Wanneer het gaat om de veiligheid van uw organisatie, speelt de mens een cruciale rol. Maar hoe zorgt u ervoor dat de mens niet uw zwakste, maar uw sterkste schakel wordt? Hofman heeft hiervoor het 3x3-model voor gedragsverandering ontwikkeld. Hierin wordt gedrag gezien als het resultaat van 3 factoren. Motivatie, wil iemand wel? Capaciteit, heeft iemand de kennis en vaardigheden? En gelegenheid, krijgt iemand de kans? Uw medewerker kan bijvoorbeeld wel weten dat een sterk wachtwoord belangrijk is, maar toch zijn geboortedatum gebruiken. Of heeft een duur cadeau van een leverancier aangenomen, maar durft het niet te melden. Hofman brengt in kaart waarom het gewenste gedrag nog niet optreedt en wat u concreet kunt doen om dit te veranderen op 3 onderdelen. Op organisatorisch, menselijk en technisch gebied. Het structureel dragen van een pas door te lage motivatie kan bijvoorbeeld worden bereikt door de regels aan te scherpen, door voorbeeldgedrag van managers of door het koppelen van printers aan de pas. In de Hofman-oplossing krijgt u per gedraging 3x3 concrete maatregelen aangereikt om meteen een gedragsverandering in te zetten. Awareness is goed, maar veilig gedrag is beter.